En zeg dat ik ook zo schoon geweest ben. Ja, echt waar. Ze hebben mij nog gebeld van de Playboy vroeger. Voor de boekjes rond te dragen. Ja. En die David van Dijk. En dat ik werd waar. Die Natura, dat doet hij zo goed. Ik ben daar zot van. Ja, want wij met de zusters, we hebben ook een koortje. De Elegkruisjes. Ja, ja. En wij zingen ook van Natura in hemelsblauw. Iedere keer hebben we het gaan zingen buiten het klooster op aanvraag. Ja, bij de socialisten hemelsblauw, maar ze hebben niet meer gebaald. En wat ik ook doe, dat zijn de teksten een beetje aanpassen. Kijk, kent je dat nummer van draai dan 7-9-7-2-0-4? Je moet dat een keer proberen op uw gsm voor te draaien. Daarom zingen wij met de zusters surf dan www.tura.be. Ja, we hebben al mooie optredens gehad buiten het klooster ook. We hebben die keer gezongen van zou hij el dan niet doen? Ja, dat was het feest van Optima, we zijn nog niet betaald. Maar kijk, ik heb het eerste deel gemist, maar morgen ga ik ook kijken naar het eerste. Want ik had een oproep gehad. Zijn er mensen bij die mij nog kennen van TV, AT&T? Ja. Kent u mijn naam? Vaseline. Ja, dat komt omdat ik help in de kliniek nog altijd. Ze hadden gebeld, het was een mevrouw, zwanger, en ik ben ook vroedvrouw. Ze was 9 maanden ver, je zag er niks aan. Geen een buik of niks. Het kind was gemaakt met sperma light. Ben ik de opa en de papa? Ja. Oei, zegt mevrouw, is dat de vader? Nee, zegt ze, de dader. Een zware bevalling met een ding is met mijn nijzersnee. Ken je dat? Mijn nijzersnee, ja. Een zwaar kind, 8 kilo neemt op. Zegt mevrouw, hoe gaat het kindje noemen? Lars, zegt ze, Lars. Zij noemt hem maar extra Lars. Ik ken hem zelf, ik ga er 3 keer in de maand lekker bij. Echt waar, het is een vriendelijke mens en hij gaat ferry. Echt hoor, dat is de, hoe moet ik het gaan uitleggen? Hij is 82 jaar en heeft Parkinson. Als hij bij mij binnenkomt, hij mag bezig zijn. Krijg ik toch al terug van de ziekenkast. Maar hij gaat vet. Het is de maand zonder grenzen. Ken je dat? Maar in zegt proper, zegt de zuster, we gaan uw brievenbus een keer proper maken. Zegt dokter, het is niet nodig, we ontvangen toch geen post. Maar hij ziet alles, hè. Zegt de zuster, doe ik er alles uit. Doe mijn kap uit, mijn kleed uit, mijn BH, ik draag dat niet. God steunt alles. Wat zeggen? Hij begint zijn oor aan te vegen. Ja. Een dokter had gezien, zegt de zuster, uw linkerborst is 4 centimeter gezakt. Zij het is niets dokter, mijn rechterklets neem ik niet geven. Nou, maar, dat is niet erg. Zegt hij, het is van een ouderdom. Zij ja, maar zijn alle twee even oud, hè? Ah, ja. Nee, zegt hij, is omdat ze te zwaar zijn. We kunnen daar iets aan doen als je dat wilt. Tegenwoordig, ze bellen naar een spastische charcutier. Ja, ja, die kunnen dat allemaal. Hè. Ja, ja, ja. De chef Knoeja, of zoiets, ik weet niet naam. Ja, hij zegt tegen mij, zuster, we kunnen daar iets aan doen. Uw borsten zijn te zwaar, we kunnen ze verkleinen. De overschot van de vrouwen krijgen mee voor de mond. Ja, maar ze gebruiken dat allemaal dubbel eens. Hè. Ja, maar tegenwoordig zijn botox, we zijn wij in het klooster, maar we kennen het allemaal. Ja, maar ja.
dus laten ze het verbouwen. Zeggen ze, er bij mij nog iets te doen zijn. En dokter zei, plat spijt van die bouwen. Achter de coulissen. Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie en misschien tot ziens. Dag allemaal!